hij laat op. 80. Pas op, hè. Hij is naar beneden. Wacht. Nee. Hij staat op rood. Ja, nu is hij op groen. Goed, dat was bijna... Ik vind de bumper niet zo erg, maar er zit ook een camera in de bumper. Dat vind ik... Ja, dat begrijp ik. En wat doe jij in het dagelijks leven, Maarten? Behalve hierbij... Ik ging naar school. Je ging naar school? Wat voor school deed? Ik laboratoriumtechniek. Oké, en dan sta je op het Mediapark nu. Ja, ik help mijn zus. Mag je 3/4 rond? Oké. Okay. En dan doen we gewoon even van rotonde tot rotonde. En wat wil je worden als je later groot bent? Nou, waarschijnlijk groei ik niet meer. Dus groter dan dit word ik niet. Oké. En wat ik ga worden, dat weet ik nog niet precies. In ieder geval, ik ga chemie studeren op de hogeschool Leiden. Oké, dus je gaat wel door met studeren. Je bent nog niet, je bent nog niet klaar. Nee. Maar je doet wel een hele specifieke studie dan. Dus je hebt wel een richting die je op wil. Ja, chemisch laboratoriumtechniek. Oké. Okay. Dan kan ik nog kiezen tussen organische chemie of... Of analytische chemie. Dus één is meer met machines, dus ander is meer met stoffen bij elkaar gooien. Dat is kort gezegd. En dat is zo'n beetje. Maar kom je dan straks in een laboratorium terecht? Of, ja, waarschijnlijk wel. Dat is wel... En dat vind of je gedeeltelijk prima. Laboratorium en gedeeltelijk kantoor. Dus de zon, die zeg je zeg maar gedag en dan ga je altijd binnen zitten. Ja, vrijwel. Dat kan wel. Maar ja, je kan ook richting veldwerk. Dat is dan meer met... milieu gebeuren, van hoe zijn de gronden en moet je soms ook naar het veld toe en wat is er met de grond aan de hand. En daarop weer rapport schrijven en verder. We gaan nu een heel rondje, hè? Nou, je kan wel eentje verder nog, hoor. ik weet niet hoe lang ze jullie kunnen missen, maar tot nu toe heeft nog niemand gebeld, dus okay, mooi. Het zal nog niet afbranden. Maar wat heb je, want het is wel een hele specifieke studie, dus waarom heb je ervoor gekozen om dat te doen? Waarom? Eigenlijk vind ik altijd scheikunde altijd wel leuk en natuurkunde vond ik ook altijd wel leuk. Dus uiteindelijk ben ik op die manier een beetje hierbij terechtgekomen. Oké. Grappig. Maar je hebt dus nog geen idee waar je, wat je wil gaan doen of waar je terechtkomt. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Wat bijzonder. En je hebt nog nooit elektrisch gereden. Heb je zelf een auto? Of, ja, de Show 206. Jullie hebben samen een auto. Okay. Samen een auto. Kan ik hier... Ja, langs die 206. En dan kunnen we de auto eind wel even draaien. Ja. Er komt niks aan. Geef maar eens... trap het gas maar eens helemaal in. Ja, dat voel je wel. Dat is goed, hè? Dat is helemaal elektrisch. Je hoort niks. Hij trekt snel door, vind ik. Ja. Hij is, denk ik, sneller of net zo snel dan een 206. Ja. En hoe lang kan het mee ongeveer? Hoe bedoel je, hoeveel kilometer je mee kan? 140 kilometer kan je op een volle oplading, zeg maar. Oké. Dan moet je er wel rekening mee houden dat je... Je moet nu gaan schakelen, denk ik. Ja, dat hoeft niet. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat als je rijdt zoals je nu rijdt, dan haal je geen 140 kilometer. Ja, dan moet je wel een beetje... Wel een beetje rustig gaan. Ja. Dat betekent dus ook 80 op de snelweg heel vaak. Dan haal je het, dan is die het meest zuinig, zeg maar. Okay. Dus dat is het beste. Ja. Maar ja, dat is ook weer niet echt leuk rijden, moet ik zeggen. Nee, je moet wel 100 tot 120 op de snelweg. Dat wil ik wel. Maar niet iedereen wil. Nee, maar Vincent die rijdt er heel rustig mee op de snelweg tussen de vrachtwagens in. Oké. Af en toe ook ruzie met vrachtwagens die hem gewoon heel graag voorbij willen. Dus dat heb je dan ook nog. En oplaadpunten? Dat, ja, die komen er heel erg snel bij. In het komende jaar komen er tussen de 100 en 150 oplaadpunten door heel Nederland te staan. Maar je hebt twee soorten oplaadpunten. Je hebt gewone oplaadpunten. Ja. En die laden hem in, het ligt eraan natuurlijk hoeveel je nodig hebt. Maar het laden hem tussen de 3 en 6 uur op. Ja. Helemaal. Maar je hebt ook snelladers en die kunnen het in 20 minuten naar 80%. Oké. Maar daar zijn er nu 3 of 4 van in Nederland. En daar komen er een stuk of 20, 30 van. En die heb je eigenlijk nodig om het echt voor het grote publiek nog, iemand die meer dan 140 kilometer. Want dan kan je in 20 minuten, weet je wel, een kop koffie drinken, even je e-mail beantwoorden, dan kan je weer 140 kilometer verder. Ja, dat zou mooi. Dus dat is... maar het is wel...
En je merkt niet hoe snel je rijdt. Dus je rijdt te snel, te hard. Ja. Ja, dat is lastig. Dat is, daar moet je echt even aan wennen. Omdat het zo rustig is, je bent heel erg... We zijn heel erg getraind om te luisteren naar de motor hoe snel je gaat. Dat merk je nu, ja. Dat merk je echt. Dus dat is een hele andere... hele andere manier. En is het zo dat die weer oplaadt, oplaadt terwijl je remt? Ja. Je ziet hier die bolletjes. Hoe verder die deze kant op gaat, hoe meer power je gebruikt. En rem nu maar eens, dan gaat die kant op namelijk. En dat is, dan ben je aan het opladen. Okay. Dus dan laat hij zelf op. Je merkt ook, als je hard remt, dan pakt hij in één keer in de klauwen. Dus hij remt, dat had jij net. Toen je net voor het eerst op de rem trapte. Toen, hij heeft twee vormen van remmen, zeg maar. Op de motor, dan genereert hij dus energie. En op de remklauwen. En dat, ja, daar moet je wel een beetje aan wennen in het begin. Ja, maar we hebben hem dus gesleept met een andere auto. Terwijl deze op de rem stond. En zo hebben we hem opgeladen. Dat kan. Oh, wow. We wisten in theorie dat het kon. Ja, nu zien ze je. Ja. Ja, ze horen de banden, hè. Ze moeten wel even een knopje drukken daar. Ja. Oh, shit. Als ze je nog niet gezien hebben. Want het... Oh. Sorry. Bovenste knopje? Ja. Oh, dat ga ik niet redden. En het aardige is, hij heeft een, hij heeft zelf ook, nou, wij zenden dan via het internet, zenden we live uit. Maar hij heeft zelf ook een internet. Goedemiddag. Ik kom voor. Liefplan, Mediaparkjaarcongres. Mediaparkjaarcongres. Met de elektrische auto. Ja, oké. Okay. Ze hebben het gezien. Ja, is hij ook groen? Ja, hij is groen. En hij zendt dus zelf ook constant terug naar Nissan. Hoeveel die verbruikt en waar die is en hoe hard die rijdt. En het is nog best wel privacygevoelige gegevens, maar daar is nog niets... Oké. Okay. Nee, sorry niet. Oh, die denk ik ook, hè? Goed, dat deden we dus net ook, maar nu... Nee, heel goed. Het is lekker assertief. Ja, mensen moeten er wel even aan wennen. Ja. Ja, je hoort het niet, hè? Nee, je hoort het geweldig. Niet. Geweldig. Ik heb wel eens een scooter gehoord. Die, nu hoorde je alleen de banden zo de langs rijden. Ja, klopt. Nou, dat is bij deze.